mevrouw van Jansen. Nog even doorgaan, even doorgaan. Kom op, hij is er. Doorgaan. Kijk eens, daar is jullie zoon. Jill is inmiddels 3 jaar. Hij heeft ook nog 3 oudere broers. En 3 oudere zussen. Alleen is hij wel een beetje anders dan de rest van het gezin. Er is echt iets met die jongen. Had hij blauwe kleding aan, dan was hij super chagrijnig. Maar had hij roze kleding aan, dan ging dat heel anders. Hey Jill, dat is mijn rok! Oh ja, Lily! Nou, met die rok aan is hij ineens veel vrolijker. We zijn een aantal jaar later en het is Jules zijn 9e verjaardag. Zijn opvallende gedrag was er nog steeds. Ibidabiep, hoera! We hebben heel lang gezocht naar een cadeautje, maar ik weet zeker dat dit leuk is. Oh, maar ik vind het helemaal niet leuk. Je bent toch een jongen? Je houdt toch van auto's? Zijn zussen waren wat vergeten te kopen voor zijn verjaardag. Dus hadden zij maar even snel hun eigen pop ingepakt. Toen hij die had uitgepakt, zei hij... Oh mijn god, de pop! Die zou ik altijd willen hebben. Nou, Shiel is wel heel erg blij met onze pop. Nou ja, fijn toch? Wil je ook nog wat eten? Ja, ik ga wat eten halen voor jou. De ouders bleven zich maar verbazen over hun zoon. Hij zit al de hele dag met die kleren te spelen. Er is echt iets mis, hoor. En laten we op internet gaan kijken wat er mis is met die jongen. Ja, goed idee. Toen kwamen ze tot een grote ontdekking. Kijk, hier staat het. Uw kind voelt zich blijkbaar geen jongen, maar een meisje. De ouders, die altijd het beste willen voor hun kind, gingen van alles bedenken, zodat Jules beter in zijn vel zou zitten. Zo, brilletje. Hij kreeg veel roze speelgoed. En ook al paste het niet bij zijn leeftijd, hij speelde er graag mee. Zijn ouders dachten... Hij zit nu echt veel beter in zijn vel. Van de buitenkant leek Jules zich inderdaad veel fijner te voelen. Maar bijvoorbeeld op school, waar hij nog steeds niet zichzelf kan zijn, liep hij nog steeds tegen een aantal problemen aan. Kan ik nog wel voetballen? Jules werd er erg onzeker van en wist niet goed hoe hij dit moest aanpakken. Maar hij werd weer wat blijer toen hij een keer in de pauze met een aantal vriendinnen het boekje over kinderrechten aan het bekijken was. Artikel 8. Recht op een eigen identiteit. Wat is dat? Een eigen identiteit. Dat betekent dat je jezelf mag zijn. Dat zette hem wel aan het denken. Wie was hij nu eigenlijk? Was zij eigenlijk wel een hij? Ik zou wel een andere identiteit willen. Ik wil gewoon een meisje zijn. Wil jij een meisje zijn, Jules? Ik zou gewoon een andere naam willen en me kleden als een meisje. Zijn vriendinnen vonden het erg dapper dat hij dit durfde te vertellen. En hadden er begrip voor. Maar helaas niet iedereen uit de klas. Ik weet dat als jij een meisje wil worden, mag je haar wel wat langer gaan groeien. Doe er nog even onze strik in. Jules vluchtte weg naar een plek waar hij hoopte van niemand last te hebben. De geluiden aan de andere kant van de deur klonken ineens veel vrolijker. Hij stapte door de deur en kwam in een hele nieuwe wereld. Hoi, ik ben Sarah. Hoi. Hey, waarom doe je zo onzeker? Wat is er aan de hand? Nou, ik ben het gewoon niet helemaal gewend. Wat bedoel je?
dat iedereen zo aardig tegen mij doet. Ja, tuurlijk. Wij zijn allemaal aardig voor elkaar. Ja, dat blijkt. Maar jullie zijn allemaal een beetje anders. Ik ben gewoon mezelf en ik mag zijn zoals ik ben hier. In de gewone wereld vroegen zijn klasgenoten zich af waar Jules was gebleven. Ik denk het wel. Hij gaat alleen maar met die meiden om. Maar hij is gewoon irritant. Ja, maar wat we zeiden kan gewoon. Nee. In een nieuwe wereld had Jules een gesprek. Zoals hij die nog nooit met zijn klasgenoten had gehad. Hoe zou jij nou echt willen zijn? Ik zou gewoon liever een meisje willen zijn. Kleed je dan ook zo en zorg dat je trots op bent. Nou, misschien hebben jullie ook al Nee, jullie hebben gewoon gelijk. Bedankt voor de tip. Doei! Het fijne gesprek en de goede tip zorgde ervoor dat Jules zich opeens veel beter voelde. Hij ging terug naar de normale wereld en Jules kleedde zich vanaf die dag als een meisje. Wow. Oh nee, wat zullen ze hiervan vinden? Jules dan. Jules. Heb je misschien ergens Jules gezien? Jules uit groep 8? Ja. Nee, sorry. Hey, wacht eens even. Was dat Jules niet? Dat je het zegt, ze leken wel heel erg op. Ja. Maar als het dan al is, gaan we dan toch achteraan. Kom! Ik wil gewoon zijn wie ik echt ben. Eigenlijk begrijp ik het ook wel. Ik voel me ook soms te veel een meisje. Ik wil eigenlijk ook wel gewoon een skater zijn. Maar jongens en meisjes, dat mag toch ook gewoon? Oh, ja? Natuurlijk, je mag gewoon zijn wie je wil zijn. Met elkaar in gesprek te gaan, kwam Jules erachter dat er meer kinderen worstelen met hun eigen identiteit. En de juf kwam op een goed idee. Kleed jullie maar om zoals jullie echt willen zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de modeshow waar iedereen zichzelf mag zijn. En iedereen kennis te laten maken met wie die echt zou willen zijn, organiseerde hier een modeshow. De show was erg geslaagd en vanaf die dag mocht iedereen op de school echt zichzelf zijn. Hey, ja, dat was hem weer hoor.